Soms maar betrekkelijk. Wil geen tijd verliezen. En is apentrots op zijn dochter. Annemiek Schrijver graaft naar het heilige vuur bij Nico Haasbroek. Je bent nu precies 5 jaar hoofdredacteur van het journaal. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bewust oudere vader. Bewust laat getrouwd. En als jij zelf interviews afneemt, dan heb jij ooit gezegd... ik wil geen angst en reserves, ik moet alles kunnen vragen, anders begin ik er niet aan. Ja. Nou, dat belooft wat, hè? Dat belooft wat, ja. Ik wil juist van jou weten hoe je je innerlijke vuur brandend kan houden. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, mag ik jou de teen van jouw linkervoet zien? Dat mag. Nu? Dat is goed. Ik heb alleen hele lange sokken. Oh ja. Zie je? Ja. Die zijn lekker, joh, in de winter. Want er gaat zo'n mooi verhaal over jouw tenen. Ja, ik weet niet of je het nog goed kan zien. Nee, ik kan niet. Je ziet hier een streepje zo. Ja. Dat is een, wat ze noemen, een wigincisie, geloof ik, medisch. Oh, is het echt een woord? Ja. En dat had te maken met het feit dat mijn tweelingbroer, die had daar last van, dat de nagel van zijn teen in het vlees groeide. En toen vroeg de chirurg, heeft u toevallig ook een tweelingbroer? En toen zei hij ja, en toen zei hij laat die ook maar komen. En toen bleek dus precies hetzelfde te hebben. Maar ik heb het romantische versie gehoord dat jullie in de oorlog zijn geboren en in een klein bedje terechtkwamen met de hoofdjes zo en dat jullie aan elkaars teen zalden. Ja. Nee, dat is de verklaring. Oh, kijk, daar komt het van. Ja, omdat je je afvraagt, hoe kan iemand zoiets fysieks hebben? Hè? Als de ene het heeft, waarom is het dan logisch dat de ander het ook heeft? En dat heeft te maken met de manier waarop je leeft. En dus moet je denken aan, wij waren in de oorlog geboren en toen kon je nog niet vaststellen of het een tweeling was of niet. Het was in de hongerwinter. En toen hebben we in een kopstaartligging gelegen in bed. Dus we hadden maar 1 wiegje, maar er kwamen 2 baby's. Er was niet op gerekend? Nee, dus toen hebben ze een groot bed genomen, dekens dubbel geklapt. Ik lag met mijn hoofd aan de ene kant, mijn broer aan de andere kant het hoofd. En toen hebben wij op elkaars teen gezogen, het eerste deel van ons leven. Ja. En daarna kreeg je bijvoorbeeld de dansschool en dan droeg je dezelfde soort puntschoenen. En ja, ja, dan gaan die tenen ook hetzelfde. Tot het moment van vandaag, waarop mijn broer in het ziekenhuis ligt nu, omdat hij aan dezelfde heup geopereerd moet worden dan waar ik onlangs aan geopereerd ben. Dus door de manier van leven en de houding en alles wat erbij hoort, ontstaan dat soort dingen ook. Maar zijn jullie ook zo'n soort tweeling dat als hij nu geopereerd wordt, dat jij dan pijn hebt? Nou, dat voel ik me wel af, want het ging een beetje mis na de operatie, dat de heup bij hem eruit schoot en zo. En toen had ik wel een soort, ja, intuïtief had ik ook een soort pijn. En toen dacht ik, moet niet overdrijven, maar ja, dat ingebeelde en zo, dat zit er wel een beetje bij. Ja. Zonder dat je, bedoel, je moet daar niet rationeel over doen, maar ja, ik leef op die manier wel mee. Grappig. Ja. En waar ben je verder op dit moment mee bezig? In je hoofd? Ja, in de eerste plaats natuurlijk met het journaal. Ja. Op een leuke manier? Of op een zorgelijke manier? Nee, altijd op een, wat mij betreft, op een leuke manier. En het gaat eigenlijk altijd om proberen dingen beter te krijgen en te maken. En het is heel erg vakwerk, hè? Omdat het dus om heel veel verschillende dingen gaat bij televisie. Ik bedoel, als je praat over een presentator bijvoorbeeld, ja, nou, dan kan je het hebben over intonatie en je kan het hebben over hoe zo iemand eruit ziet en je kan het hebben over hoe die geïnformeerd is. En je kan dus over allemaal kleine gebiedjes hebben. Dus om een voorbeeld te noemen, ik ben nou bezig met styling, nieuwe plannen voor de styling van de presentatoren. Ja, ja. En nou, dat doe je workshops, hou je daarover. Dus je laat mensen, presentatoren zelf, lijsten invullen van wat hun wensen zijn, hoe ze vinden dat het nu gaat. Dan laat je mensen daarover vertellen, laat je ze met die mensen praten, stylistes dus. En je laat meerdere stylistes plannen maken en dan kijk je wat uiteindelijk wat het beste is. Maar vind je dat je het goed gedaan hebt tot nu toe? Nou, kijk, als je bij het begin begint, toen ik kwam, toen werd er een beetje van mij verwacht van dat ik dingen een beetje los zou maken en zou veranderen.
Maar het journaal is natuurlijk echt een instituut dat al jaren bestaat. En mijn eerste vraag was, waarom wil je iets veranderen dat goed is? Het journaal is een soort nummer 1 programma in Nederland. Waarom zou je dat veranderen? Als je het heel erg gaat veranderen, dan loop je alleen maar de kans dat het dat er minder naar gekeken wordt en zo. Ik bedoel, dat risico loop je. Ja. Dus, nou, op die vraag zei men, ja, daar heb je wel een beetje gelijk in. Toen heb ik in mijn plan eigenlijk gezegd, je zou het geleidelijk moeten proberen te veranderen en te verbeteren. En niet om de verandering, maar omdat de samenleving verandert, omdat televisie aan mode onderhevig is. Dat kan je in plannen allemaal kan je dat proberen onder te brengen. En dat was dus mijn doel, om het journaal geleidelijk te veranderen en te verbeteren. Als je terugkijkt, denk ik dat je kan zeggen dat dat zo is. Dus je bent tevreden daarover? In grote lijnen gaat het niet meer om ik. Want inmiddels is het echt teamwork geworden en hebben we een grotere hoofdredactie. Dus denk ik dat wij kunnen zeggen dat we redelijk tevreden zijn. Ik moest wel lachen om deze foto. Daar sta jij op een tapijt met kroontjes. Ja. De koning van het journaal. Nu we toch onder ons zijn. Hè? Ja. Je hebt van alles en nog wat gedaan in je leven. Heel veel creatieve dingen. Je bent heel veel correspondent geweest. Ja. Overal en nergens. Dan krijg je zo'n functie. Is macht nou ook lekker? Nou, zo ervaar ik het zelf niet zo. Maar zou je nog terug kunnen, zeg maar? Zou absoluut. Je nog... Ja? Ja, tuurlijk. Maar het loopt ook allemaal door elkaar. Want je bent ook op allerlei manieren met inhoud bezig. Maar is dat nou echt zo? Want ik denk, ja, je bent aan het managen en nieuws is nieuws. Dat gaat elke dag maar door. Word jij intellectueel voldoende uitgedaagd? Ja, maar daar ben je zelf bij. Ik bedoel, het begint ermee dat je dagelijks het nieuws volgt. En dat je daar met je collega's over praat. En dat je daar ideeën bij bedenkt en zo. En er hoort nog veel meer bij. Er hoort bij dat als er bijvoorbeeld mensen groot in het nieuws zijn, dan zoek je met die mensen contact. En dan leg je een eerste contact, omdat je je kan verplaatsen in die mensen, dat ze met een probleem zitten. En dan bel je ze op en dan zeg je van, ik leef met u mee en zullen we daar eens over praten? Want wij willen daar op den duur zo goed mogelijk over berichten en hoe beter we geïnformeerd zijn. Nou, soms, niet altijd, maar soms leidt dat tot gesprekken. En vervolgens, als dat contact is gelegd, dan gaan andere mensen zich daarmee bemoeien. Mensen van de researchredactie of... Je hebt ooit eens gezegd dat je geobsedeerd bent door het zoeken naar de waarheid. Geldt dat, is dat nog zo? Tuurlijk, ja. Maar, want daarom vind ik het zo leuk dat je er bent, want wat is waarheid, hè? Als iets op het journaal is, denk ik altijd, is dat wel zo? En wat zegt het dan? Als je weet dat er weer een bom op Afghanistan valt, ik weet nog niks van wat er nou echt aan de hand is. Nee. Nou, wat je weet, dat is als je naar de geschiedenis kijkt... Dat er altijd later een ander zicht op de waarheid komt. Ja, maar dat is dat niet frustrerend? Dat is tegelijkertijd interessant. Want wat je dus moet proberen om nu al de waarheid zo weer te geven of te benaderen, dat er later niet wordt gezegd van, nou, die gaven een heel verkeerd beeld van de waarheid. Hè, dat had ik met 11 september bijvoorbeeld. Ja. Een vriend van mij die had mij een boek gegeven over Carlos, de jakhals. Oh, ja. En dat boek, dat beschrijft... Helemaal, door een researchjournalist geschreven, beschrijft het in detail wat voor man dat was. En daar komt een heel ander beeld uit dan het beeld dat de pers in al die jaren heeft gegeven. Die zei, dat is de gevaarlijkste terrorist van de wereld en hij heeft connecties met de KGB. Nou, uit dat boek blijkt dat hij juist ruzie had met de KGB en dat het eigenlijk een soort sul was. Een verwend jongetje uit de rijke luismilieus die veel dronk en naar de dames ging en zo. Dus die man, door het gewoon helemaal goed te onderzoeken, komt tot een heel ander beeld. Nou, toen dacht ik Bin Laden, daar zag je gelijk alweer een soort mechanisme optreden in de berichtgeving. Een soort, Bin Laden werd een soort symbool van wat er op 11 september gebeurd was. Ja. Terwijl als je tot op de dag van vandaag, kan je allemaal vragen over Bin Laden stellen. Ja. Je bedoel, van leeft hij nog? Waar zou hij zijn? Ziet hij er wel zo uit als hij eruit ziet? Zit hij er wel in die mate achter dat gesuggereerd wordt dat hij erachter zit? Ja, kloppen precies. De video's waarin dat gezegd wordt, kloppen dat wel? Nou, de tijd zal het leren. Maar je kan dat niet genoeg relativeren. Je kan niet genoeg zeggen van, nou, als er iets moeilijk is, is proberen die waarheid van dat soort dingen te benaderen. En je verantwoordelijk voelen voor het beeld wat je via het journaal daarvan geeft. Maar is het dan voor jou... op dit moment toch bevredigend om juist die waan van de dag... want het is toch ook een beetje de telex volgen... en wat er al nieuws is, dat maken jullie dan weer nieuws. Ja. Ja, maar dat hoort erbij. Ik bedoel, nieuws vind ik een van de vreemdste fenomenen die er is. Want aan de ene kant is het ongelooflijk, kan het heel triviaal zijn... en aan de andere kant kan het waanzinnig belangrijk zijn.
En er zijn dagen waarop er, dat slaat nergens op, maar waarop er ogenschijnlijk weinig gebeurt. Of niet veel hard nieuws is, hoe je dat nou ook wil zeggen. En het nieuws wat er dan gebeurt, dat waardeer je op en dat ga je heel belangrijk maken. Hè, het voorbeeld bijvoorbeeld dat in de zomer, nieuws wat je in de winter niet zou gebruiken, dat gebruik je in de zomer, open je daarop, zoals ze dat in dat soort termen noemen en zo. Dus als er iets betrekkelijk is, is het het nieuws. En daar zitten, ja, daar kan je de gekste verhalen over vertellen. Wat doe je als er twee bosbranden tegelijkertijd zijn? Hè? Ja, maar wat doe je als de bosbrand voorbij is? Ik denk, ik weet niet beter als nieuwskijker dan dat het in Indonesië nog steeds in de fik staat. Ik heb nooit gehoord, jongens, het is klaar. Dat noemen wij dan afmelden. Wat je wel doet, is iets afmelden. Maar heel veel nieuws is een soort proces. Het begint geleidelijk en dan komt het tot een hoogtepunt en dan langzamerhand zakt het weer weg. Hè? Ja. En soms kom je er niet meer aan toe om het inderdaad om het nog netjes af te melden of zo. Maar we behouden dat wel op die manier in de gaten. Ja, ja, ja. En dat maakt het ook spannend. Absoluut. Ja. Ja. Ik wil je even wat laten zien. Het heet Zoeken naar Loedertje. Ik weet niet of je dat kent, het is een documentaire. Nee. Waarin een meisje die getroffen is in Enschede door de ramp, die mag voor het eerst terug naar die rampplek om haar kat te zoeken. Juist. Loedertje, eten! Kom! Loedertje, eten! Kom! Dit was de bijkeuken en daar was, hier was de badkamer, daar zo, hier. En die kelder, dat is daar onze woonkamer. En dit is dan de keuken. Ja. Ja, dat is heel raar. Maar dat heb ik dus soms. Dat ik gewoon het gevoel heb dat mijn spullen er nog ergens zijn. Omdat ik er niet bij kan. Maar ik denk dat het gewoon komt omdat ik er niet tegen kan. Als ik bedenk dat ze echt weg zijn. Dat ze echt verbrand zijn. En dat ze gewoon echt nooit meer terugkomen. Ja. Is dit nieuws? Ja, dat hangt er vanaf hoe je nieuws definieert. Ik bedoel, wat voor de een nieuws is het voor de ander niet. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld verliefd raakt op 11 september op iemand. En op dat moment is voor degene die verliefd raakt, zo'n moment kan belangrijker zijn dan dat vreselijke moment in New York. Is dit belangrijk? Voor haar is dat natuurlijk heel belangrijk. Ik probeer me te verplaatsen in het gevoel van dat kind. Ja. En haar nieuws was natuurlijk dat die poes er niet meer was. Dat zoeken naar de waarheid. Heb je nou ooit het gevoel dat je dat je dat vindt? Dat er waarheid te vinden is? Of is alles relatief? Ja, het is vooral relatief. Maar soms kan je er een waarheid kan je natuurlijk op het spoor komen. Er zijn wel voorbeelden van te geven. Ik heb bijvoorbeeld in Amerika had je Agent Orange. Dat was een chemicalie. Waarmee die soldaten besproeid waren in de oorlog in Vietnam. En toen ontstonden geboorteafwijkingen van de kinderen van die GI's, van die soldaten. En toen ging het om het bewijs leveren dat een relatie bestond tussen de afwijkingen van die kinderen en het being sprayed by Agent Orange. Ja. En toen hebben we met een professor in de buurt van Chicago hebben we kippen met Agent Orange ingespoten en die gevolgd in hun ontwikkeling. En die kregen ook allemaal afwijkingen. En dat heeft geholpen met de bewijsvoering. En in die zin dat de Amerikaanse regering ook geld heeft moeten uitkeren door die documentaire aan GI's. En dat ging natuurlijk om enorme bedragen. Nou, dat was wel iets waar je de waarheid eigenlijk in beeld kon brengen en zelf vast kon stellen. En dat leidde ook tot resultaat dat de vergoeding werd uitbetaald. Ja, maar dat lijkt mij meer bevredigend dan toch het nieuws volgen, wat je eigenlijk dan meer doet bij een groot bedrijf waar je de baas van bent. Of
Ja, dat ja, maar ik bedoel, je moet het afzetten tegen een heel leven. Waarin ja, het. Ja, voor mij is het ook een soort zoektocht van dat ik het leuk vind om op allerlei manieren met journalistiek bezig te zijn. Ja. En in de functie van hoofdredacteur met nieuws bezig zijn is ook waanzinnig interessant. Ja. Want je komt internationale collega's tegen en je discussieert over de inhoud. Ja, morgen ga ik bij de ambassadrice van Polen op bezoek. Die wil praten over hoe wij berichten over Polen en waarom dat zo ingezakt is, hè, na Walenza, ja. Na de paus, hoor je. Het is nou weer in het nieuws met de landbouwprijzen. Maar nou, dat is op een andere manier weer heel interessant, dat je met zo iemand uitvoerig kan praten. En, maar hoe groot is voor jou de tol van die functie? Hè? Je bent een belangrijke man, je moet je gedragen, je kunt dingen niet meer ongenuanceerd zeggen, want dan word je teruggefloten, dan worden mensen boos. Is dat te hoog, die tol, of niet? Nee, het is niet te hoog, maar het is niet altijd makkelijk. Want wat ik zeg, het journaal is een instituut en je bent de hoge boom, of een van de hoge bomen bij het instituut. En dat betekent dat je een bepaald imago hebt. En het publiek wil dat je daaraan beantwoordt, aan dat imago. En zelf heb je daar niet altijd zin in. Of wil je gewoon zoveel mogelijk jezelf kunnen blijven. Dus in die zin is het niet altijd even makkelijk. Maar ja, ik troost me met de gedachte dat het een tijdspanne is in een heel leven. En daarvoor heb je andere dingen gedaan. Daarna ga je weer hele andere dingen doen. Dus. Ja, ik wou je kennis laten maken met de Wakkerduiker. Hij stond trouwens deze week nog in de krant. Dus over nieuws gesproken. Maar ik heb er ook een filmpje over. Wat wij hier doen, is de universiteit vol. En dan krijg je een bibliotheek. En dan neem je dat maar zomaar over. Maar waar is het gevoel gebleven? Het gevoel is verdwenen. Je zit er niet in stoffige boeken. En jij zoekt het gevoel weer? Absoluut. Ja? Ja. En ik denk wel dat ik dat in eenvoudige dingen terug heb kunnen vinden. Maffe geluiden hoor je ondertussen, hè? Vooral als dat gaat met de zon erop, dan gaat dat breken. Het is een heel maffe wereld, is dat. Heel diep, diepe geluiden. Wat daar, dat weet ik gewoon, dat er gewoon heel veel energieën die normaal vastzitten, het bloed, dat gaat zijn weg. Maar op zo'n moment krijg je zo'n contractie, in één keer. Dat allemaal in één keer op drift gaat raken. En dat heeft weer contact met je hersenen. Dus dan komt plotseling, wauw, ik wil dingen gaan doen en zo. Dat is gewoon natuurkracht. Iedereen heeft dat goede. Iedereen heeft een talent. Niet om miljoenen te verdienen of iets dergelijks, maar om mens te worden. Een soort veiligheidszone waarvan we denken dat het een veiligheidszone is. Maar het is beter gewoon de volledigheid van jezelf zo eens af en toe goed door elkaar te schudden, zodat je weer beseft en weet wie je bent. Ja. Dit moet je wel aanspreken, hè? Ja. Mee eens. Je zit in een veiligheidszone. Ja, ik vind het heel leuk dat je ziet dat iemand wat je ook kunt noemen, een soort prettig gestoord bezig is. Grenzen verkennen en rare dingen doen en zo. Dat zouden veel meer mensen moeten doen. Uit die veiligheidszone. Ja. Maar dit is dus ook nieuws. Dat stond deze week in de krant. Deze jongen die gaat op blote voeten de Himalaya op. Zijn er eigenlijk grenzen wat jou betreft? Ja, die zijn natuurlijk altijd. Maar het is altijd leuk om te kijken hoe ver je kan gaan daarin. En blote voeten door Himalaya op. Ja, waarom niet? Ja. Ja, want als jongen ging je op 14-jarige leeftijd al in een park in Parijs liggen. Ja. Je zou een kind hebben trouwens. Ja. En wat zocht je toen? Weet je dat nog? Nou, het was meer. Ik wilde als eerste niet meer met de familie mee op vakantie.
En ja, dat avontuurlijke van... En ja, het was ook het sentiment van... Ik zag daar mensen in parken liggen met een hoed waar geld in kwam en zo. En dat waren dus van die clochards. En ik vond het wel een spannende stap. Dus ik heb toen vrij snel, 's nachts ben ik in de hallen... die je daar toen in het centrum van de stad had, gaan werken bij een groentehandel. Want daar kon je gewoon vragen van. Dat ging vanzelf. En dan ging ik daarna ging ik in het park liggen en dan had ik ook een hoed gekocht en kijken of daar ook wat geld in kwam. En? Ja, absoluut. En weet je hoe ik had vaak niet door dat bijvoorbeeld raar was of dat je dat nog niet doet of zo. Ik vond het zelf heel vanzelfsprekend, heel normaal. Hoe was het trouwens met jou en je vader? Je had niet zo'n goede band met hem. Je hebt zelfs je eigen belasting willen betalen. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, mijn vader gebruikt dat vaak als argument van ik betaal er toch voor en zo. Dan kreeg je een tweedehands fiets en dan was die kapot. Nou, het was bij een tweedehands fiets redelijk voor de hand liggend dat een keer zou gebeuren. Maar je moet dat plaatsen tegen in de tijdgeest van dat mijn vader toen ook geen groot inkomen had. Dus, en dan zei hij, daar betaal ik toch voor, doe nou eens wat voorzichtiger daarmee. En ik werd kwaad om dat argument. Ja. En toen had ik zelf een krantenwijk en toen ben ik naar het belastingkantoor gegaan, toen was ik een jaar 14 en gevraagd of ik zelf belasting mocht betalen over mijn inkomsten. Dat mijn vader dat argument niet meer kon gebruiken. Hoe vond hij dat trouwens? Daar schrok hij van. Toen heeft hij gezegd, sorry. Want hij kwam er ook door in een moeilijk pakket, omdat je dan minder kinderbijslag kreeg als je één belastingplichtig kind had. Dat bracht hem in een lastige situatie. En jij hebt ook een keer tegen hem gezegd, als je nu zou sterven zou ik er geen traan om laten. Nou, ik vond het lastig dat mijn vader, wat je heel veel bij ouders hebt van die generatie, van dat die niet zo aanrakerig zijn en zo. En daar had ik op een of andere manier wel behoefte aan. En om dat te provoceren, zei ik tegen hem, van, juist omdat ik dat wel wilde, van ik ben bang dat als er iets met jou gebeurt, dat ik dan niet in tranen uitbarst. En toen moest hij huilen. Dus dat... En daar sindsdien is dat contact ook persoonlijker geworden en beter. Dus daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus jij was degene die het vuur aanstak? Ja, in dit geval wel. Ja. En toen jouw moeder overleed, hebben jullie een hele merkwaardige begrafenis. Toen hebben we een deal gemaakt met de dominee. En we hadden iets van begrafenissen. En daar zitten altijd van die vreselijke clichés, verkeerde kaarten. Ja. We hadden dus een soort lijstje gemaakt van wat willen we nou niet. Hè? Dus geen crematiecake en niet zo'n treurige kaart, maar gewoon een goede tekst. Mijn moeder had op haar sterfbed gezegd dat ze wou dat er een happening werd gehouden. Een beetje gedateerd woord natuurlijk, maar ja, ze was eind 80. Toen hebben we geprobeerd in haar geest een deal met de dominee te maken. En gezegd, want wij zijn niet meer praktiserend gelovig. Maar mijn moeder ging altijd naar de kerk. En hebben we gezegd, als wij nou in de dienst onze inbreng mogen hebben. Zei de dominee, dan moet u wel meedoen aan het heilige avondmaal. Dus zijn we vooruit met de geit, dat doen we dan. Deal. En dat werd een hele bijzondere dag. De kerk ligt op een berg in Amersfoort. En dan zijn we gewoon met de kist de berg opgelopen. Met een heleboel mensen erachteraan uit die buurt. Die gewoon zich daarbij aansloten. En toen heb ik in die kerk ben ik begonnen met de wereld van Noora, mijn moeder. En toen heb ik gewoon allerlei mensen met zo'n microfoon met een zendertje gezegd. Van welk deel van die wereld kwam u uit? Nou, dat was de Caravan Club en... de kerk zelf natuurlijk. Maar, en wie is er nog niet aan het woord gekomen? Nou, het was een man van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. En dat was heel leuk, want daardoor kreeg je een beeld van waar ze echt vandaan kwam. Omdat heel veel mensen zitten natuurlijk in een soort subcultuur. Ja. En die denken dat zij alleen maar naar die kerk ging. En nou, zo zaten er allemaal elementen in, gewoon van toespraak en staand applaus, in een officiële liturgie. En een verhaal van mijn dochter met een vogelhuisje wat ze op het altaar of op het liturgisch centrum had gebracht. En ze had zaadjes in zakjes gedaan, omdat ze het idee had dat mijn moeder als een mus moest terugkeren. En dat als we allemaal zaadjes zouden strooien, dan zou dat gebeuren. Nou, al die elementen, die zaten gewoon vervlochten met de bekende teksten van Huub Oosterhuis en dergelijke. En het Heilige Avondmaal. En daar deden ze ook bijna iedereen aan mee. Dus dat was een hele mooie synthese, niet zo verkrampt. En waarom, hoe kom je op dat idee? Waarom moet dat? Nou, zij had dus zelf gezegd van maak er een mooi feest van. En wij zaten dus met, ja, wij willen niet
in zo'n keurslijf van een liturgie, ja, waar wij zelf niks mee hebben. Dat maakt het ongeloofwaardig. Dus laten we gewoon open daarover onderhandelen, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, die dominee, die deed dat heel goed. En die zei, daar is nog nooit iemand slecht van geworden van heilige avondmaal of zo. Die denkt dan ook van, ja, de mensen zijn er onterecht bang voor of zo. Maar die angst is je via het geloof in het verleden ook altijd ingegeven, weet je wel. Dat iets heel bijzonders was of zo. Ja. Maar het is grappig, want je hebt ooit eens een spleetjesfestival georganiseerd voor, ja, mensen met een spleetje tussen hun tanden. Ja. En na 11 september heb je geloof ik 50 mensen bij elkaar geroepen. Om... Nou, minder. Ik ben zelf op zoek gegaan naar moslimvrouwen, omdat ik me altijd erger aan... ik zag bijvoorbeeld in de essay, was het over de oorlogreacties van Nederlanders en zo. Toen stonden er weer iets van 12 mannen. Ja. En dan komen ze niet zelf op het idee om daar ook eens een vrouw, ja, naar te vragen. Of zo. Überhaupt om moslims open iets te vragen. Want ik weet nog steeds, ja, niet wat de moslims... Maar goed. Nou, en dat was dus heel leuk. Want toen ben ik dus zelf gaan produceren. Ik ben naar congressen gegaan en daar mensen gewoon aangesproken. En mag ik u eens bellen en zo. En via de tolken bij het journaal. Maar dus niet via de cliché-allochtonen, weet je wel. Ja. Je hebt van die allochtonen omroepen en zo. Dat niet, want dan krijg je steeds dezelfde mensen. En op den duur had ik 20 moslimvrouwen. Die moesten televisie geniek zijn, wat iets anders is dan knap. Ja. En die moesten kritisch zijn en onafhankelijk en het leuk vinden om daaraan mee te doen. En toen hebben we in een zaaltje bij het station hebben we met die vrouwen een hele avond gesproken. En dat was zo indrukwekkend. Ik bedoel, daar had je ook zo het jaar mee af kunnen sluiten. En dus, ja, hoe genuanceerd ze waren en zelfkritisch. En hoe ze onderling verschilden met hun opvatting over het moslimgeloof. En degene die zich daar het beste uit de woorden kwam, zou ik maar zeggen, wat we met elkaar vonden, die is toen meegegaan op reportage in New York. Ja. Net gingen we op het strand schrijven, de zin van het leven. Heeft het leven zin? De zin van het leven schommelt tussen twee dingen. Tussen de wil om er een feest van te maken en het besef dat het leven vergankelijk is. Ja. En waar ligt bij jou de balans? Is het toch altijd de neiging tot het feest? Nee, ja, ik vind het vreselijk dat die vergankelijkheid, ik wil dat het niet ophoudt. Maar dat moet je natuurlijk wel erkennen, dat dat altijd er kan zijn of kan gebeuren. Maar je leeft maar één keer. En ik begrijp niet dat mensen niet veel meer proberen uit te halen. Dat ze zich daar niet veel bewuster van zijn. Ik kom heel veel mensen tegen waarvan ik vind dat ze hun tijd verdoen. En die probeer ik dan te stimuleren en te zeggen, waarom doe je dat niet? Verdoe jij je tijd? Veel? Ja, iedereen doet dat natuurlijk wel. Maar wat ik probeer is op mijn manier die tijd zo creatief en zo mooi en zo spannend mogelijk in te vullen. Wanneer is het klaar bij het journaal? Dat kan je in mijn functie nooit zeggen. Ja, maar dat is een politiek correct antwoord. Ja. Nee, maar dat is ook echt zo. Want als ik nu zou zeggen ik stop dan gaat iedereen daar op een of andere manier rekening mee houden of zo. Maar bovendien hoort bij de verantwoordelijkheid van zo'n functie dat als mensen een beroep op je doen om er wat langer mee door te gaan, dat dat voor de continuïteit van het journaal belangrijk is, dan moet je dat doen, vind ik. En omgekeerd ook, als mensen zeggen van nou, je kan wel wat korter het doen en het afbouwen, dan moet je dat ook in overweging nemen. Maar je moet er op een losse manier mee omgaan. Dus ja, ik zie allemaal verkeerde voorbeelden van bazen die minder goede bazen als opvolger zoeken. Ja. Zodat het van hun afstraalt hoe goed ze zijn geweest. Ja. Nou, dat vind ik echt onzin. Ik wil sterke mensen om me heen. En ik wil dat je samen praat over hoe je die continuïteit, hoe je dat het beste regelt. En daarin kan passen dat je iets anders gaat doen of nog ergens anders inspringt of bepaalde dingen wat minder doen. Dat is een natuurlijk proces waar mensen wat kunnen hebben aan jouw ervaring en waar jij mensen inspireert om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Vind je dat je in die zin genoeg gezien bent, gewaardeerd bent? God, dat weet ik, ja, door sommigen wel. Maar ook door anderen niet? Nou, ik weet... Dat er heel veel mensen zijn die je niet kennen. En dat vind ik ook logisch. Ik bedoel, je hebt jonge collega's die kennen mijn verleden helemaal niet. Dat vind ik ook helemaal niet raar. Maar ja, dat natuurlijk leidt dat wel tot een dan beperkter beeld wat je van iemand hebt. Uh-huh. Maar ja. Ja.
Ja, want het is toch grappig, je hebt een imago van alsof je cynisch bent, terwijl je dat volgens mij helemaal niet bent. Absoluut. Integendeel. Nee, maar hoe kom ik dan dat imago dan? Nee, dat ik ben helemaal ik niet cynisch. Nee, maar dat is toch zo? Dat weet je toch zelf ook wel? Dat er mensen zijn die jou toch op een bepaalde manier zien of bang zijn? Ja, maar daar kan je uren over praten, over beeldvorming en zo. Bij beeldvorming zit heel veel luiheid. Men heeft een beeld en dat kakelt men na en zo. Ja. En bij journalistiek gaat het juist om kijken of wat je het beeld dat je hebt, of dat klopt. Ja. Om dat vast te stellen. Ja. En ik zeg altijd van, beoordeel iemand op zijn feiten. En vraag of het beeld wat je van hem hebt, of dat klopt. Probeer dat, dat is het kenmerk van een interview. Ja. Als je een interview begint, begin je met een soort vooroordeel. Ja. Nou, je moet in het interview vaststellen of het klopt of niet. Ja. Ja, ik zag laatst een loesje van, omdat we nadenken te vermoeiend vinden, oordelen we maar wat. Ja, dat is zo. Dat is ook heel erg Nederlands. Ja. Maar hoe wil jij beoordeeld worden? Hoe wil jij gezien worden? Ja, daar hou ik me nooit zo erg mee bezig. Maar wat wel zo is, dat... Maar waarom zit je hier? Waarom ik hier zit? Ja. Ja, ik kan daar 6 antwoorden op geven. Zal ik er een paar doen? Nou ja. Eentje bijvoorbeeld, een heel belangrijk antwoord is... Dat wij het bij het journaal moeten hebben van mensen die bereid zijn om in het journaal ons te woord te staan. En dan vind ik dat daarbij hoort, dat als mensen dat aan mij vragen, dat ik dat ook doe. Begrijp je? Het heeft met een soort collegialiteit te maken. Zo. Tweede is dat ik vind dat je bereid moet zijn om in het openbaar verantwoording af te leggen. En een derde reden is dat in mijn functie krijg je op allerlei manieren publiciteit. Een groot deel daarvan kan je zelf niet beïnvloeden. Dus je kan op een rare manier in de publiciteit komen. En een deel daarvan kan je proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door zo'n gesprek als dit. Ja, maar wat wil je dan beïnvloeden? Wat is belangrijk? Wat moet er gezegd worden dan? Nee, het gaat dan om een tegenwicht. Ja, dat begrijp ik wel. Maar wat doet er dan werkelijk toe? Want anders lijkt het net alsof je alleen maar hier zit om te laten zien ik ben best aardig, ik val reuze mee. Nee, ik noem je een aantal redenen. Hè? En... Wat meer? Wat wil je nog meer horen? Wat moet je nog doen? Ik moet nog heel veel doen. Ja, wat maar ik bedoel, bij het journaal bijvoorbeeld? Nee, of... buiten het journaal. Ik ben op late leeftijd getrouwd. En heel gelukkig. En ik heb ook een heel leuk kind. Hoe oud is je dochter ook? Hè? 10, ja. Ja. En wat ik heel erg besef, dat is dat ik aan dat kind verplicht ben om heel oud te worden. Ja? Ja. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Ja, dat klinkt gek, maar ik bedoel daarmee van dat je de manier waarop je leeft, dat je daar rekening mee houdt. Dus niet te veel drinken en gezond proberen te blijven en zo. Zodat het daar niet aan kan liggen als je niet ouder wordt. Ja, maar en wat wil je haar meegeven? Want je doet ook veel met haar, hè? Ja. Ja. Ja, dat moet je ook nooit overdrijven, want je hebt natuurlijk ook je werk en zo. Maar ik probeer dat wel. Als ik vergelijk met mijn eigen opvoeding en met mijn vader, dan doe ik veel meer met mijn dochter dan mijn vader met mij gedaan heeft. En dat doe ik niet zo verwijtend, maar dat is gewoon feitelijk zo. En vooral omdat het heel leuk is. En dat varieert van... We hebben veel gedaan met schrijven en met radiootje spelen en zo. Dus interviewen en ergens gaan zitten en dan bijvoorbeeld voor het huis gaan zitten en de gevel beschrijven of dat binnen doen of zo. En een verhaal, we maken verhalen en dan schrijven we om beurt een zin. Ja. En, ja. En op de duur kan je niet meer uithalen wie welke zin heeft geschreven. Goed, dat zegt veel over haar. Nou, ja. Goh. En dat soort dingen. En leer jij ook iets van haar? Manier van kijken? Of... Ja, nou ja, ik word er in ieder geval door gestimuleerd. En wat ik merk, dat is dat je vaak dezelfde soort gedachten hebt en zo. Dat ja? heel leuk is. Ja. En nu is ze heel erg bezig met de hond. De hond? Ja, we hebben sinds kort een labrador. Zelfde hond als Willem-Alexander. En wat heel leuk is, daar gaan we mee naar trainingen en zo. En daar... Honden moet je negeren. Hè? Je hebt een neiging om een hond gelijk te straffen en boos te worden. Dat heeft helemaal geen zin. Je moet juist je afwenden en ze belonen voor dingen die ze goed doen. Daar hebben ze een kliksysteem bij. En ik zit nou te kijken of ik dat ook niet bij het journaal kan toepassen. Dat als iemand iets goeds doet bij het journaal, klik en dan gelijk een stukje... Dat doen we overigens wel. Als het heel druk is met langdurige uitzendingen en zo...
komen er veel kroketten op de redactie. Dat zijn de klikjes. Ja. En als je nou, want als je straks iets in die fles gaat stoppen, als je nou denkt, ik heb het gevoel dat veel mensen vanzelf, nou ja, in het poldermodel naar het midden worden getrokken, dat je makkelijk meegaat met de massa. Hoe houdt een mens zijn innerlijke vuur gaande? Advies van Nico Haasbroek. Poeh. Ja, door gewoon een vorm van eigenzinnigheid, door gewoon zelf te doen wat je belangrijk vindt. En goede vrienden uitzoeken die je daarin kunnen helpen. Dus die je daar ook in kunnen inspireren. En waarmee word jij geholpen? Wanneer word je geïnspireerd? Ja, er zijn mensen die kunnen mij dingen leren. Ik bedoel, je moet altijd ook willen leren. En mensen kunnen dus mij dingen vertellen die ik nog niet weet. Want ik denk, yes, daar heb ik wat aan. En daar kan ik wat mee doen. Zijn er dingen waar je je aan vasthoudt? Of is alles hoe onzekerder, hoe beter? Nou, er zijn natuurlijk altijd wel een paar houvasten. Maar ja, het is niet zoveel. Nee, ik maak er vooral veel grappen over. Ik weet nog goed dat ik in New York uit het Grand Central Station kwam. En daar vroeg iemand, do you believe in God? En toen zei ik, nee, ik ben freelance. Nee, ik vind het leuker om inderdaad te kijken hoe ver je de grenzen kan trekken. En om steeds meer van dingen te weten en verrast te worden dan om naar een houvast op zoek te gaan. Ja. Wat ga jij in de fles doen? Vind je dat nou onzin of niet? Wat, die fles? Zo'n symbool, het is een symbool, hè? Nee, ik vind symbolen vind ik mooi. Gelukkig. De wereld van Nico. Het is maar beter. Stille dingen. Stil te laten. Zit er op gedachten ook statiegeld of niet? Jazeker. Maar dat is wat voor een interviewer, hè? Het is maar beter stille dingen stil te laten. Nee, het is meer een reactie op dit interview. Je wilde niet. Nee. Nou, maar zeg eens, wat bedoel je? Je moet niet alles willen benoemen. Willen benoemen, nee. Het is ook mooi dat je dingen. Het is een gedichtregel, is het? Ja, ik begrijp het. En ik vind het een hele mooie regel. Stille dingen stil te laten. Als het golf, dan golf het golf. Als het volgt, dan volgt het goed.